eenigheid. Eerst moeten we even zelf opwarmen. Dit hoef ik deze keer niet te filmen. We beginnen weer met 20 jumping jacks. Dan daarna zwaai je de armen 5 keer naar voren. En ook 5 keer naar achter. Die doe je ook 10 keer met elk been. En daarna kun je in principe beginnen met filmen dus. Ik zal alles zo doen dat je het ook gewoon met dit filmpje weer kan doen. Aangezien het op best wel verschillende oefeningen gaat. Maar ik zal ook onder de video in de beschrijving zal ik alles neerzetten. Zodat je het ook op een rijtje hebt staan. Als je dat makkelijker vindt. Wat we in ieder geval nodig hebben is iets van een verhoging meer voor je spagaten. En voor de rest eigenlijk niets. En ik zal alles even eerst uitleggen en daarna gaan we dus samen het doen. We beginnen weer met de lunge. Ik begin eerst met links voor, maar niet uit met welk been je begint. Achterste knie is recht. En 10 seconden rechtop zitten. En daarna gaan we naar voren hangen. En dan mag je proberen je elleboog op de grond neer te leggen. Dus eerst 10 seconden. En gaan we hangen. En los. En het andere been. Eerst met 10 seconden rechtop staan. En dan gaan we weer naar beneden hangen. Ook wel een beetje. In ieder geval hier. 5 seconden hier vasthouden. Duw je heupen zo ver mogelijk naar beneden. Maak je schouders lang. Dus eigenlijk hier. Dus niet hier. Maak je helemaal lang. Daarna gaan we naar achteren. Zijn de billen boven de knieën. En duw je schouders zo ver mogelijk tegen de grond aan. Die doe je 5 keer 5 seconden. En vervolgens gaan we naar de andere houding. 5 seconden. Weer naar de andere houding. 5 seconden. En dan weer 5 seconden. Dat je alles 2 keer doet. 5 seconden. Beginnen we eerst met het zeehondje. Duw je knieën zo ver mogelijk naar beneden. Je mag ze met je handen erin duwen. Je mag ook, wat ik het makkelijk vind, is de handen bij mijn enkels en dan mijn ellebogen naar buiten duwen. Dan kan ik hem hier omlaag duwen. Dit doen we 10 seconden. En los. Vervolgens nog even de kikker. Die kennen jullie ook al wel. Leg je knieën en je voeten goed achter elkaar. Eerst gaan we zo recht mogelijk zitten. En het is wel de bedoeling dat je in één rechte lijn blijft met je knieën en je heupen. Dat je niet helemaal naar achteren gaat zitten, want dit is natuurlijk wel voor de split. Die doen we
En daarna gaan we plat op onze buik liggen. Op 8 seconden. Dus eerst helemaal rechtop. Wel in de lijn van de split. Met je rechterarm naar je linkervoet toe gaat en daarna met je rechterarm met je linkerarm en je rechtervoet dus hier gekruist en de andere of nu is rechts omhoog en je kijkt ook dan naar de arm die omhoog is, dus daar. Die doen we 10 keer en dit is 1. Dus als jij links en rechts stelt, doe je er eigenlijk eens 20. En we kunnen weg. En dan gaan we met de voeten even naar één kant toe draaien, zodat ze helemaal in de lengte van je lichaam staan. Mijn voeten staan wel uit elkaar. Dan gaan we eerst 10 seconden naar voren hangen, daarna tillen we de achtervoet, tillen we de teen omhoog. De voeten moeten dus zo in één lijn staan. Dus eerst 10 seconden naar voren hangen. Hou je knieën recht, dat is heel belangrijk. Dit is eigenlijk net zoals die rekken. Alleen dan nu met één been, je staat iets schuiner. Maar probeer zo ver mogelijk naar voren te hangen totdat het gaat. En dan gaan we nu 10 seconden. En nu tillen we de teen op. En kom omhoog. Dan naar de andere kant. Voeten weer in één rechte lijn. Iets uit elkaar. En gaan we naar voren. En til de teen op. Door kan beginnen te gaan zitten. Wat belangrijk is, voorste knie recht, achterste goed, ook naar onderen draaien en je tenen strekken voor en goed rechtop zitten natuurlijk. Gaan we zitten. En 1. En zitten.
maar weer boven maken. Maak je even van jezelf een boogje 8 seconden en duw je schouders helemaal uit. Net zoals de vorige keer. Dus het gaat niet omdat de knieën recht zijn, maar eerst om de schouders. Dus ga maar staan. Dat je niet scheef zou moeten gaan zitten. En ook weer 20 seconden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nu gaan we plat liggen. Van tevoren te zeggen. En volgens nog een keer je boogje. En nu gaat het om dat je ook je knieën heel goed recht duwt. En dus ook natuurlijk blijf je je schouders duwen, maar ook de knieën recht duwen. Die kun je nog 8 seconden doen. En daarna ben je klaar.